De laatste keer dat Jezus naar Jeruzalem opging met zijn leerlingen, vroegen ze hem: we gaan nu voor de derde keer, Rabbi. Gaat u nu het koninkrijk van God vestigen? En ze bedoelden: is nu de tijd rijp om u aan te sluiten bij onze guerrilla's en de Romeinen eruit te gooien en hier een godstaat te vestigen? Een nieuwe koning van David, een nieuwe politieke leider. Maar het antwoord van Jezus onthult zijn volgelingen: ja, we gaan inderdaad op naar Jeruzalem voor de viering van het paasfeest. Dat doen we elk jaar. Maar het zal wel anders gaan als jullie hopen en denken. Want ik zal er aan de priesters en geleerden worden uitgeleverd. En die zullen de Romeinen vragen mij tot dood te brengen. Ze zullen me bespotten en bespuwen en mishandelen en aan het kruis slaan. Maar op de derde dag zal ik uit het graf opstaan. De leerlingen begrepen daar niets van. Hier is een grote profeet, een grote wonderdoener. Een man van wie zij langzaam beginnen te beseffen dat hij van God komt. Ja, dat hij de zoon van God zelf is. Maar die grote profeet, die zoon van God, gaat rond zonder enig machtsvertoon, zonder aanhangers te ronselen, waarmee hij optrekt om in de naam van God een nieuwe stem te vestigen. Jezus beoordeelt zelfs het gebruik van geweld. Slaat iemand je op de rechterwang, keer hem op de linkerwang toe. En wie het zwaard trekt, zal door het zwaard omkomen. Ja, het is eigenlijk nog veel erger. Hij loopt regelrecht zijn eigen dood tegemoet. En hij weet dat heel goed. Is dit nu de verlosser die God naar zijn volk stuurt? De leerlingen, de apostelen, de grote groep mensen die Jezus volgden, begrepen er niks van. Dit was niet het antwoord dat zij van God verwachten. Toen Jezus aan het kruis hing, vluchtten ze ook alle weg. Ze verborgen zich uit angst. Ze waren verslagen, ze waren vreselijk teleurgesteld. Ze waren helemaal in de war. De twee mannen die naar Emmaus lopen en Jezus ontmoeten zonder hem te herkennen, zeggen hem: ja, wij hoopten toch zo dat hij het was die het volk van God zou bevrijden. Maar kijk, we hebben ze op zo'n verschrikkelijke manier vermoord. Het is uit. Het kwaad heeft gewonnen. En waar is God nu? Hebben wij ons vergist? Hebben wij ons vergist toen we geloofden in deze Jezus? Er zijn wel een paar vrouwen komen zeggen dat ze hem gezien hebben, dat het graf open was. Maar wij denken dat het reuzelkwaad is. We weten uit het vervolg van het evangelie dat Jezus wel degelijk degene is die God gezonden heeft om zijn volk te bevrijden. Maar de manier waarop God dat doet, is een totale verrassing. En we leren de heren dat pas te beseffen, dat God tot hen door te dringen toen Jezus op paasmorgen binnenkwam door gesloten deuren. Hij heeft ze letterlijk de stuipen op het lijf gejaagd. Ze dachten hij was dood. En dan komt hij door een soort deur naar binnen. Uit de dood ontstaat nieuw leven. En hij zei: kijk naar mij. Kijk naar mijn handen. Kijk naar mijn voeten. Kijk naar mijn zijden. Pak mij mee. Ik ben het. Ik heb het jullie toch gezegd. In het kwartje te vallen bij jullie. Bekijken jullie waar de kracht van God zich laat zien. Uit de dood ontstaat een nieuw leven.
zo sterk dat hij niet de minste moeite heeft met menselijke zwakheid, niet met de zonde en evenmin met de dood. Degene die aan het kruis stierf, is op de derde dag uit het graf opgestaan. Hij laat zich zien als een apostelen en grote groepen leerlingen, maar er wordt geen triomf gevierd. Er is geen viering van, kijk ons nu eens. Nu gaan we de mensen laten zien. We zullen ze betalen. Nee, het antwoord van God op menselijke verwachtingen gaat alle verwachtingen te boven. Jezus is geen geweldenaar die met geweld zijn koninkrijk uitbreidt, die aan alle mensen een koninkrijk oplegt, een koninkrijk van God. Nee, hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen, een mensenkind, Barnosho, maar God van liefde, een uiterst kwetsbare God die liefde aanbiedt en niet opdringt. Een God die zich blootstelt aan onverschilligheid en afwijzing. Dus de kracht van God zit hem niet in geweld, zit niet in boosheid, zit niet in aanklacht. Jezus heeft aangeklaagd. Jezus is verschrikkelijk boos geworden. Hij heeft fariseeën en schriftgeleerden. Hij heeft de kleren van zijn dagen de huid volgescholden. Hij is onredelijk geweest. Hij heeft ze lelijke namen genoemd. Maar dat is niet het laatste woord. Dat is de eerste reactie. Er is een grotere kracht. De kracht die uit de dood leven opbrengt. Dat kan alleen God. Als Jezus dus zegt, als je jou op de ene wang slaat, keer dan de andere toe. Als je je kleed wil, even dan maar je mantel weg. Dat is geen oproep tot passiviteit. Het is oproep tot een innerlijke houding. Christenen zijn geen mensen die zich nestelen in een slachtofferrol. Nee, wat Jezus daarmee bedoelt is, met geweld komen wij niet verder. Wie het zwaard krijgt, zal door het zwaard sterven. Er is een grotere kracht dan die van geweld. En dat is heel merkwaardig, maar dat is een kracht die zich laat zien in en door onze zwakheid. We moeten, om te gaan met het grote leed van het leven, met de grote vragen waarmee wij leven, we moeten daarmee omgaan vanuit een dieper perspectief. Zeker moeten wij actie voeren. Wij moeten ons daadwerkelijk inzetten binnen deze wereld. Christenen hebben politici nodig, ze hebben culturele bewegingen nodig. Zouden ze met Caritas bezig? Ze zijn actief. Maar wel vanuit een dieper perspectief. Een perspectief dat er een God is die sterker is dan de sterkste mens. Dat een God is die niet door geweld werkt, maar die eraan voorbij gaat. En we weten hoe beperkt al het mensenwerk is. We zien om ons heen een wereld die niet functioneert. Er zijn grote instellingen die de opdracht hebben het te verbeteren. Maar we zien hoe ze falen. We zien conflicten die decennia lang doorzieken. We zien een financiële wereld in crisis. We zien een politieke wereld waarin bijna niemand te geloven is. En als er één gevoel zich uitbreidt wereldwijd, is het een gevoel van stille wanhoop. Er is zoveel schijnheiligheid, er is zoveel mooie praterij, maar er gebeurt niets, of in elk geval veel te weinig. Blijkbaar zijn die perspectieven te beperkt. Jezus zegt tot ons, tot zijn leerlingen, u bent het zout der wereld, het zout der aarde en het licht van de wereld. En dat licht is het licht van Pasen, is het licht dat uit de duisternis opkomt. Dus als Jezus sterft, worden wij geconfronteerd met ons eigen failliet. Wij worden geconfronteerd met het feit dat wij het niet in de hand hebben.
Maar dan moeten die op, we moeten niet opgeven. Nee, Jezus staat uit het graf op. De levende is gestorven en weer tot nieuw leven gekomen. En dat leven moet ons inspireren. De liefde van God is een ongelooflijke kracht. Maar die kracht openbaart zich alleen aan mensen die eerlijk omgaan met hun eigen zwakheid. Met mensen die geen pretenties hebben. Met mensen die niet egoïstisch bezig zijn. Met mensen die niet hun eigen koninkrijkjes vestigen op aarde. Die niet altijd bezig zijn met hun concurrentie, met de andere partij, met de vijand, met de mensen die mij bedreigen. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede. En die vrede ligt in het hart van mensen die met zichzelf proberen klaar te komen. Met de zwakheid die onze mensen eigen is. Met het feilen van wat wij proberen te doen. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Op het moment dat wij onze eigen zwakheid omhelzen, op het moment dat wij erkennen dat wij de dood niet kunnen wegmoffelen, op dat moment breekt er een heel andere kracht door. De liefde van God, zegt de Hebreeënbrief, is iets verschrikkelijks. De Hebreeënbrief zegt letterlijk: het is verschrikkelijk om in de handen van de levende God te vallen. Want het is zo'n mateloze liefde, wij zullen eraan geloven. Uiteindelijk moet al onze weerstand breken, al onze pretenties moeten teloorgaan. En dan ontdekken wij dat God met ons is. Emmanuel, God is met ons. Maar hij is met de mensen die hem erkennen. En dat is wat het christelijk leven is. Dat mysterie van God in onze menselijke broosheid ontdekken. We hoeven geen superhelden te zijn. We zijn gewoon mannen en vrouwen die 's morgens opstaan, door de dag heen leven, 's avonds moe naar bed gaan. Wij kunnen de wereld niet naar onze hand zetten. Maar we kunnen er ons ongelooflijk sterk voor inzetten. Vanuit God. Een ander beeld waar Jezus gebruikt is het koninkrijk van God. Dat zijn wij, het is in ons. En wij zijn als de gist in het deeg, onzichtbaar, maar onstuitbaar. Dus als wij al deze zaken zien gebeuren in de wereld, als wij onze moed verliezen, als we het gewoon niet begrijpen, als we ook het gevoel hebben, wij kunnen er niks aan doen, dan is er altijd nog iets meer. En er zijn twee grote Syrische kerkvaders, Efraïm de Syrië uit de 4e eeuw en Isaac de Syrië uit de 7e eeuw, die over de liefde van God heel belangrijke dingen hebben gezegd. Zij zeiden: de liefde van God, die is zo onbegrijpelijk groot, dat ze zelfs met de grootste zondaar klaarkomen. Deze Syrische kerkvaders leren, en ze zijn niet de enige kerkvaders die dat doen. Zij leren dat uiteindelijk elke mens in het paradijs komt. Er is voor geen enkele mens een eeuwige verdoemenis. Integendeel zeggen zij: het is Gods lasterlijk te menen dat er mensen zijn die in de hel terechtkomen, eeuwige hel. Ze zeggen: nee. Er is een liefde werkzaam in ons leven die dat onmogelijk maakt. Die liefde van God is zo sterk, zo geduldig, zo onweerstaanbaar, dat de ergste van de ergste zonden vergeven worden. En ik denk dat daar een grote kracht ligt. Binnen ons jongerenplatform praten we over reële situaties. Wij proberen vanuit ons geloof, zo zwak het ook is, vanuit de zwakke krachten die we hebben, proberen wij iets te doen. Aanwezig te zijn binnen onze kerk, binnen onze maatschappij. En het eerste waar we natuurlijk keihard tegenaan lopen, zijn onze eigen grenzen. Wie zijn wij? Van jonge mannen, van jonge vrouwen. Wat willen wij doen? Maar het mysterieuze is, wij doen het in geloof. Ik
heb een keer gevraagd aan ons team, na 1 of 2 jaar, wat is er nou voor jou gebeurd, nu jullie dit proberen te doen? En toen zei hij, ik heb God op een hele nieuwe manier leren kennen. Ik heb ontdekt dat God in mijn leven aanwezig is. Dat hij op allerlei heel mysterieuze manieren opeens dingen tot stand brengt die ik mij niet kon voorstellen. Dat is een grote kracht aan zijn. En het is aan ons om die te ontdekken. Vanuit die kracht kunnen wij veel bewerken in deze wereld. Het is niet alleen een kwestie van dat wij niet in God geloven. We kunnen alleen maar in God geloven als wij in onszelf geloven. Want met mensen die niet in zichzelf geloven, kan God niks aanpakken. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig van hart, maar hij is geen doetje, hij is geen softie. Je moet werkelijk stevig in je schoenen staan en een stevige rug hebben om in Jezus te geloven en met hem de weg te gaan. En als wij als Syrië Zorg door het Zilveren Platform anderen iets toewensen, mensen op onszelf dat doen. Namelijk die kracht van God, leven uit de bloot. Leven voor pijn aan alle geweld en leugen, die kracht te ontdekken. Niemand is onbereikbaar voor de liefde van God, of wij.